In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ik wil even met jou afspreken dat jij een beetje goed gedraagt vandaag, hè? Ja, tuurlijk. Waarom zou ik dat niet doen? Nou, gisteren was het weer... Gisteren was een incident. Ja, dat was een incident. Ja, dat was gewoon... Je had niet eens het lef om gewoon aan mij te vragen, help me een handje. Nee, jij zou je afzijdig houden. Ja, ik zou dat het zelf heb ik gedaan, maar wat... Het zat hier onder het kwijl van die Mongool. Nou ja, sorry Ted. Ja, goeiedag dames en heren. Radio Bergijk hier. We gaan er een uitzending van maken. En we beginnen met een gemeentebericht. Een gemeentebericht. Wacht, daar heb ik het. Het is binnenkort. Als u zich nou helemaal kapot verveelt, dan kunt u gaan kienen in Steensel. En daar is onder andere een superkien die oploopt tot €250. En verder is er natuurlijk koffie en geldprijzen. En dat is in het gemeenschapshuis De Hulkes in de Korte Kerkstraat 7A in Steensel. Tot zover het belangrijke gemeentebericht. Dan heeft gewonnen de voorleesfinale. Dat is Aniek Hikspoors. Die heeft gewonnen... En we gaan luisteren naar een klein stukje van haar voorleesprestatie. Waarmee zij zich heeft gekwalificeerd voor de regionale finale in Tilburg. En die dan mogelijk ook nog door kan gaan naar de provinciale finale. We gaan luisteren naar een stukje voorlezen van Aniek Hikspoors. Tijdje, kun jij die cassette draaien van Aniek Hikspoors? Tijdje, die cassette met dat prachtige voorleesstukje van Aniek Hikspoors. Je hebt wel een... ik heb het wel bij je achtergelaten. Die cassette van Aniek Hikspoors. Staat erop. Nee, er staat Polska Groep Luiksgestel op, maar dat is van Aniek Hikspoors. Die heeft een heel mooi stukje voorgelezen. En daar heeft ze de finale mee gehaald. Ja? Dankjewel, Tijdje. Mijn naam is Aniek Hikspoors. Ik ga iets voorlezen. Te koop. Appartement. Half 33. Uitstekende woonlocatie. Midden in het centrum van Bergijk. Schitterend en groot. 124 vierkante meter maar liefst. Het is een appartement met uitzicht over alle pleinen van Bergijk. Bouwjaar 202. De kamer, groot, 60 vierkante meter. De kamer, groot 60 vierkante meter, is voorzien van een sfeervolle open haard op gas en massieve vloer van hardmappel. Mappel. Mooie keuken met kookeiland en alle moderne apparatuur. Twee ruime slaapkamers, hal en binnenberging. De badkamer is voorzien van douche, bad en een tweede toilet. Extra dakterras van 50 vierkante meter. De vraagprijs 269.000 kk. Groetjes van Aniek. Ja, dankjewel Tijdje. Nou ja, u hoort het. Je raakt gewoon gaandeweg helemaal in de ban
van het voorleestalent van Aniek Hikspoors. En ik vermoed dat ze toch minimaal de regionale finale haalt. En dan misschien door. Peer. Huh? Ach. We zijn in de uitzending, hè? Ik was opeens weer een kleine jongen. Toen las mijn moeder altijd woningadvertenties voor. Ja. Als ik straks mijn hele bed nat geplast had, kreeg ik eerst een aantal harde klappen. En toen ging ze met krijzende stem woningtekoopadvertenties in mijn oor schreeuwen. Op de toppen van de longen. En dan viel ik altijd zo heerlijk in slaap. Ja. Nou, dan neem jij die cassette mee. Dan gaan we vragen of Aniek het nog een keer wil doen. Maar dan schreeuwend op de toppen van de longen. Ach, heerlijk. Dan heb ik een verrassing voor jou. Kijk eens wie daar binnenkomt. De winnares van de voorlees. Precies. En die gaat nu op de toppen van de longen. Die advertentie nog een keer voor jou. Ah, moet dat echt? Ik vind ze zonde. Nee, maar daar doe je peren heel groot genoegen mee. Je hebt tegenwoordig van die niet in slaap kunnen komen cassettes. U wilt het echt heel graag, dan wil ik het wel doen. Nou, graag. Dan had ik gehoord van de technisch, dan moet ik een stukje naar achteren. Maar is het dan wel... Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou u mij eerst 7 klappen willen geven? 7? Ja. Oh, echt? Ja, doe maar. Doe ik net alsof ik mijn bed bewaterd heb. Nou, bewater maar even. Het is al gebeurd. Oh. Nou, maar echt met slaan en zo in het gezicht of ja, juist op het lichaam? Vol in het gezicht. In het gezicht, op de wangen. Ja. Met uw schoen. Met mijn schoen. Oh, moet je even mijn schoen uittrekken. Ja, en nou slaan. Au! Mama, nee, mama! Overnacht? Nee, dat is goed. Maar nu dan op je toppen van je longen dat stukje voorlezen. Ga maar liggen in de foetushouding, Peer. Ik weet niet, ik spreek. Te koop. Harder. Appartement. Harder. Appartement. Hof 33. Ja, ja, ja. Uitstekende woonlocatie. Midden centrum van Bergen. Ja. Schitterend. Groot. Schitterend. En groot. Harder nog hoor. Ik slaap Peer wel terwijl jij doorgaat. Een appartement. Met uitzicht. Ja. Over alle pleinen van Bergen. Ja. Oh ja. Wie is het in? Is het zo goed? Ja, dat is prima. De kamer is heel groot. 60 vierkante meter. Voorzien van sfeer van open haard op gas. Aniek, hij slaapt al. Het is goed. Ik slaap al. Ongelooflijk. Nou. Ik heb sowieso echt nog nooit meegemaakt. Nee, maar dat je hebt het heel goed gedaan, Aniek. Het is eigenlijk ook wel heel lekker. Als jij nou bij de regionale finale, het is ook gewoon lekker schreeuwend gaat doen. Ik denk dat wel gaat lukken. Denk ik wel. Nou, dus goed. Moet ik anders nog iets doen? Nee hoor, je kunt gaan. Niet op andere... Maar kan ik mijn schoen weer aantrekken? Je kunt je schoen weer aantrekken. Oké. Okay. Mooie benen trouwens. Ja. Goedemiddag. Dag. Peer. Peer. Wakker worden. Peer. Wakker worden. Peer. Mama. Nee. Mama. Stone hier. Ik heb in mijn bed geplast. Godverdomme. Tijdje spons. Zeem. Hè? Och. Waar ben ik? In de studio van Radio Bergijk. Hallo. Ach. Ik heb een ongelukje. Draai even. Ongelukjes muziek. Ongelukjes. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Eventjes een ander bericht. Er is een aanbieding bij de supermarkt. De aanbiedingen zijn als volgt.
super aardappelen, 10 kilo voor €1,59. Een veldnarcissen, 3 bosjes voor €1,98. En hele kippen, 3 stuks voor €6,80. Had jij al muziek op staan, tijdje? Oh, dit is een losbrechtje. Tijdje, even een losbrechtje. Sorry. Nee, wat ik net gezegd heb, dat was een losbrechtje. Van die super aardappelen, 10 kilo voor €1,59. De hele kippen, 3 stuks, €6,80. En de veldnarcissen, 3 bosjes, €1,98. Dat hoort niet bij het andere, dat is een losbrechtje. Kom nog een losbrekje. Berberano Tempranillo. 3 flessen voor €9,58. Maar zet het nou los, want het is een losbrekje. Ik voel een knappende migraine opkomen. Ik weet niet. Waar ik dood was. Voor iedere berg eigenaar die wat kwijt wil. Ja, mijn naam is John Roijmans en ik wou het volgende even kwijt. Ik baal er een beetje van dat de laatste tijd op straat niemand elkaar meer op normale manier groet. Het is zomaar een beetje voorbij lopen, niks zeggen, elkaar niet eens meer aankijken. Ik word er niet vrolijk van. Vroeger zei iedereen altijd tegen elkaar, als ze elkaar tegenkwamen, hallo, hoe is het, hoe gaat het ermee, ben je nog een beetje blij, heb je iets leuks meegemaakt de laatste tijd. Maar tegenwoordig is het gewoon voorbij rennen, elkaar niet eens meer aankijken en wegwijzen. Ik zou graag willen dat mensen elkaar weer op een normale, menselijke manier zouden groeten op straat. Daar kan ik me zo verdomme kwaad om maken. Dat wou ik even kwijt. Nou, dat was de open microfoon. Ik vind dat zo'n onzin dat nou ja. Ah, meneer Van Eersel. Zo. Hoe is het nou? Nou, goed. Ik heb het toch goed gedaan? Ik heb toch geen gekke dingen gedaan? Weet je nou al niet meer wat jij gedaan hebt? Ik heb toch... Je zit toch niet voor niks in je blote onderlijf hier? Je had je hele broek en stoel ondergezeken. Ja, dat was dat gek? Ja, dat noem ik gek, ja. Maar daar had de presentatie toch verder geen last van? Ik heb toch goed gepresenteerd? Was toch een normale uitzending? Een normale uitzending? Ja, toch? Zijn er geen gekke dingen gebeurd? Anders dan anders, bedoel ik. Nou, laat ik er maar niet meer verder op ingaan. Ja, het was een hele normale uitzending. Ja, vooral. Heel normaal. Goed, dames en heren. Tot zover de uitzending van vandaag. En voor alle zieke bergrijkenaren, beterschap. En voor alle bedplassers, luiers aan. En voor alle gezonde mensen, kop op.